Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hoe de Wereld Werkt. In de eerste aflevering van deze serie hebben we veel aandacht besteed aan de geschiedenis van geld. We weten nu hoe geld ontstaan is, maar daar houdt de geschiedenis van geld niet op. De mensheid is namelijk altijd in ontwikkeling en dat geldt ook voor geld. Want hoe ziet de toekomst van geld er eigenlijk uit? En wat voor invloed hebben jij en ik op die toekomst? Daar gaan we het vandaag over hebben bij Hoe de Wereld Werkt. We hebben al geleerd hoe geld door de eeuwen heen is veranderd. Van stenen, naar zout en peper, naar goud en zilver, naar papiergeld en nu, tegenwoordig, digitale nummers op onze telefoon of laptop. Met je pinpas en je betaalapp op je telefoon kun je tegenwoordig ook digitaal betalen. Zonder dat je daarvoor fysiek geld of papier nodig hebt. Maar betekent dit dan dat het geld op jouw rekening en het geld in je portemonnee precies hetzelfde zijn? Op het eerste gezicht zou je misschien denken van wel, want met het geld op jouw rekening kun je net zo makkelijk betalen als met contant geld. En je kunt er hetzelfde voor kopen. Je kan beide ook voor elkaar inwisselen. Als je naar de bank gaat, kun je jouw cashgeld storten in ruil voor meer geld op jouw rekening. En andersom werkt het ook. Je kan geld van jouw rekening contant opnemen bij een geldautomaat. Nou, ondanks deze inwisselbaarheid zijn er toch wel degelijk verschillen tussen fysiek, contant geld en digitaal geld op jouw rekening. Het is heel belangrijk om deze verschillen te kennen, zodat je bij elke aankoop die je doet de beste beslissing kan maken. Betaal je liever met cash of liever met je telefoon of pinpas? Nou, eerste grote verschil tussen cashgeld en digitaal geld zit hem in de waarde. Want wanneer je met cashgeld, oftewel contant geld, betaalt, ontvangt degene van wie jij iets koopt de volledige waarde, nog even losgezien van belastingen. Als jij bijvoorbeeld een nieuwe tas koopt van 50 euro en je betaalt met een briefje van 50 euro, dan ontvangt de verkoper die volledige 50 euro. Maar als je in plaats van contant met PIN betaalt, dan gaat er bij elke aankoop een klein stukje van het geld naar de bank. Dat zijn de transactiekosten. Dit is vaak maar een paar cent per betaling, hè? 5, 10 of 20 cent. Maar als iedereen met PIN betaalt, loopt de verkoper toch een hoop geld mis. Kan je dit voorstellen alsof elke keer dat iemand betaalt met een briefje van 50, er een minuscuul klein stukje afgeknipt wordt? Na honderden betalingen is er dan niks meer van over. En dit is belangrijk om te onthouden als je beslist of je met cash of digitaal betaalt. Nou, tweede verschil is dat betalen met cashgeld zorgt voor meer overzicht over jouw geld. Het helpt je ook om beter te worden in rekenen. Maar hoe werkt dat dan? Nou, als je met PIN betaalt, hoef je alleen maar je pas tegen het pinapparaat te houden en je hebt betaald. Of het nou om 10, 50, 100 of zelfs 1000 euro gaat. Als je met contant geld betaalt, daarentegen, moet je steeds weer berekenen hoeveel briefjes en hoeveel munten je nodig hebt. En je ziet ook gelijk hoeveel geld je nog over hebt. Zo word je veel bewuster van hoeveel geld je uitgeeft. En dat helpt om te voorkomen dat je ongemerkt te veel geld uitgeeft en later spijt krijgt. Een ander belangrijk verschil tussen cash en digitaal geld is de zekerheid die je hebt. En wat houdt die zekerheid dan precies in? Nou, als je cashgeld bij je hebt, dan weet je dat je altijd kan betalen. Terwijl je bij digitaal geld het risico hebt dat er een storing is. Een storing bij de bank of een storing bij de pinautomaat in de winkel. Ook als de stroom uitvalt bijvoorbeeld, gaat pinnen niet meer lukken, maar een contante betaling wel. En stel je voor dat de bank failliet gaat of dat die misschien wel gehackt wordt. Dan is het nog maar de vraag of jij je geld terugkrijgt, terwijl je met cashgeld zelf verantwoordelijk bent voor het beschermen van je geld. Je kan je contante geld natuurlijk ook kwijtraken of het kan gestolen worden, maar de verantwoordelijkheid daarvan om dat te voorkomen ligt bij jou en niet bij de bank. En het is aan jou om te beslissen wat je fijner vindt. En dan het laatste, misschien wel het belangrijkste verschil tussen contant geld en digitaal geld, is de privacy die je hebt bij betalingen met contant geld. En privacy betekent dat alleen jij en degene van wie jij iets koopt, weten dat je het hebt gekocht. Niet iedereen hoeft namelijk te weten hoeveel geld je uitgeeft, toch? Bij digitale betalingen weet ook de bank hoeveel geld jij uitgeeft en de bank kan deze gegevens weer doorgeven aan bijvoorbeeld de overheid. Maar wat hebben de bank en de overheid eigenlijk te maken met jouw geld? Helemaal niets, toch? Je denkt misschien dat het niet zoveel uitmaakt wie weet waar jij je geld aan uitgeeft. Maar
Ieder mens heeft het recht op privacy, om zelf te beslissen met wie je dit soort informatie deelt. En met cashgeld ben je helemaal zelf de baas over deze informatie. Zo zie je dat contant geld en digitaal geld nog best wel veel verschillen hebben. En dat contant geld ook een heleboel voordelen heeft. Toch wordt contant geld steeds minder gebruikt en zijn er zelfs mensen die pleiten voor de afschaffing van contant geld. Nou, dat zou zonde zijn, want als er geen contant geld meer is, dan verdwijnen ook al die voordelen die contant geld met zich meebrengt. Maar gelukkig kun jij meehelpen om te zorgen dat contant geld blijft bestaan. En hoe doe je dat dan? Nou, heel simpel. Door zoveel mogelijk met contant geld te betalen. Op deze manier zullen winkels en banken gemotiveerd zijn om de mogelijkheden voor contante betalingen open te houden. En hoe meer mensen dit doen, hoe beter. Ook daar kan jij bij helpen, door mensen te vertellen waarom het belangrijk is dat cashgeld blijft bestaan. En om nog meer mensen te bereiken, kun je deze stickers gebruiken op jouw geld. Hier staat op dat je bewust met contant geld betaalt, samen met de link naar de website die nog meer informatie geeft. En als je deze stickers gebruikt, help je letterlijk met elke euro die jij uitgeeft mee aan het behouden van contant geld. Hoe cool is dat? Nou, om jullie een handje te helpen, geef ik een van deze stickervellen weg bij de prijsvraag aan het einde van deze aflevering. Dus blijf nog even lekker kijken. Nou, het verschil tussen cashgeld en digitaal geld is heel belangrijk in het heden. Maar zoals ik aan het begin van deze aflevering beloofd heb, gaan we het niet alleen hebben over nu, maar ook over de toekomst van geld. En er staat ons heel veel te wachten op dat gebied. Zo wil de Europese Centrale Bank, de bank die boven alle banken in Europa staat, een nieuwe vorm van digitaal geld introduceren. De digitale euro. Nou, dat is iets anders dan digitale geld wat we nu hebben. Maar wat is dan precies het verschil tussen die digitale euro en het digitale geld wat er al is? Nou, het grootste verschil zit hem in wie de macht heeft over het geld. Het digitale geld wat wij nu kennen wordt beheerd en mede gecreëerd door de commerciële banken. Hè, de banken waar jij je rekening hebt, ING, ABN AMRO, etc. Nou, de digitale euro zou gecreëerd en beheerd worden door de Europese Centrale Bank in Frankfurt, waarmee deze bank heel veel extra macht krijgt. En zoals we in de vorige aflevering al geleerd hebben, hebben de acties van de centrale bank er vaak toe geleid dat er crisis ontstonden en dat alles steeds duurder werd. Is het dan wel slim om zo'n centrale bank extra macht te geven? Wanneer we deze macht bij de centrale bank neerleggen, kan de centrale bank in feite alles met het geld doen wat ze wil. De centrale bank kan ervoor kiezen om te beslissen, bijvoorbeeld, dat het geld programmeerbaar wordt. Nou, dat wil zeggen dat er bepaalde eigenschappen aan het geld worden gegeven, waardoor je er niet meer alles mee kan betalen, zoals we dat nu kunnen. En wat zou dat dan zijn? Nou, er zou bijvoorbeeld een vervaldatum aan het geld gesteld worden. Dat betekent dat als je je geld niet binnen een bepaalde tijd uitgeeft, het van je rekening verdwijnt. Sparen wordt dan onmogelijk, terwijl we in de eerste aflevering juist hebben geleerd dat sparen heel belangrijk is. Ook zou de centrale bank samen met de overheid andere voorwaarden kunnen verzinnen. Bijvoorbeeld dat je maar 1% van je geld per maand mag uitgeven aan ongezonde dingen, ongezond eten bijvoorbeeld, om de gezondheid te stimuleren, of dat je maar 1 keer per jaar een vliegticket mag kopen. Dat zou onze vrijheid enorm beperken en is dus geen goed idee. Nou, nu zegt de centrale bank wel dat ze geen voorwaarden gaan stellen aan de digitale euro, maar de mogelijkheid is er wel. De centrale bank hoopt dat wij vertrouwen op hun belofte, maar aangezien deze bank al heel vaak haar beloftes heeft verbroken, is het een slim idee om alvast te kijken naar een alternatieve vorm van geld. En alternatieven zijn er gelukkig genoeg. Slimme en creatieve ondernemers zijn volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe vormen van geld, zowel digitaal als fysiek. Een van de belangrijkste vormen van digitaal geld is Bitcoin. Misschien heb je er al eens van gehoord. Bitcoin zorgt ervoor dat mensen met elkaar digitaal kunnen betalen, zonder een bank. De gebruikers van Bitcoin bewaren en controleren het digitale geld, dus Bitcoin, namelijk samen, zonder dat er iets of iemand tussen zit, met een computersysteem dat blockchain heet. Het klinkt misschien ingewikkeld, maar het zorgt ervoor dat de controle verdeeld is over heel veel mensen en dat er niet één iemand of één organisatie is die alle macht heeft.
Een ander voordeel van Bitcoin is dat de hoeveelheid Bitcoin technisch vaststaat op 21 miljoen. Dat betekent dat er dus nooit meer dan 21 miljoen Bitcoin gemaakt kan worden. Zoals we geleerd hebben, zorgt het maken van meer geld ervoor dat het geld minder waard wordt en dat alle producten dus duurder worden. Maar met Bitcoin speelt het probleem niet. En Bitcoin is niet het enige alternatief. Zo zijn er verschillende vormen van digitaal geld, bedacht, ook wel crypto genoemd, die allemaal net iets anders werken. Zo kan iedereen zelf beslissen welke vorm van geld hij of zij het beste vindt. En waar crypto vaak wereldwijd gebruikt wordt, zijn er tegenwoordig in Nederland ook heel veel lokale munten, die alleen in een bepaalde stad of regio gebruikt worden. Naast deze lokale munten, vaak digitaal of van papier, zijn er ook een heleboel mensen die liever teruggaan naar vroeger en weer willen handelen met goud of zilver. Nou, het voordeel hiervan is dat je je geld, net als cash, fysiek kan bewaren en vasthouden. Maar dat het tegelijkertijd, in tegenstelling tot cash, ook een intrinsieke waarde heeft. En wat is dat nou? Dat wil zeggen dat het altijd waarde heeft, ook al gebruik je het niet als geld. Nou, we hebben nu een heleboel soorten van geld besproken. Contant geld, digitaal geld op je rekening, de digitale euro, bitcoin, crypto, lokale munten, goud en zilver. Maar wat wordt nou uiteindelijk het geld van de toekomst? Nou, dat is natuurlijk de grote vraag en het antwoord daarop heb ik ook nog niet. Dat is namelijk iets wat wij allemaal samen bepalen. Het geld van de toekomst is het geld wat het meest gebruikt gaat worden door mensen. Uiteindelijk valt of staat elke vorm van geld met vertrouwen. Uiteindelijk bepalen wij als mensen welk geld waarde heeft. Simpelweg door ermee te betalen. Denk dus altijd goed na over hoe je betaalt. Want met elke euro die jij uitgeeft, help jij mee aan het beslissen over het geld van de toekomst. Hiermee zijn we alweer bijna aan het einde van deze aflevering gekomen. Maar zoals ik beloofd heb, heb ik nog een prijsvraag voor jullie. Waarmee je deze stickers kan winnen voor op jouw eigen cashgeld. En de vraag is, hoeveel euro's zijn er tot nu toe gemaakt? Als je goed hebt opgelet, weet je het antwoord misschien al, want het antwoord zit verstopt in een van de vorige afleveringen. Weet je het al? Stuur je antwoord dan snel naar hoedewereldwerkt@welshmers.nl en wie weet win jij deze stickers. Hartstikke bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!